Ik ben hier op de Sieraden Art Fair in Amsterdam. Niet omdat mijn bijnaam vroeger extra was, omdat ik dol ben op sieraden, maar voor een hele bijzondere vorstelijke sieradenontwerpster, prinses Margarita. Hoe gaat het met de eigen sieradenlijn? Het gaat heel goed. Ik ben echt heel tevreden hoe het nu gaat. Ja. En komen er nieuwe ontwerpen? Er zijn nieuwe ontwerpen in de maak, maar die waren niet snel genoeg klaar voor deze beurs. Maar ik ben wel bezig met andere leuke nieuwe concepten en leuke ideeën uit te werken. En die nieuwe sieraden, om daar als eerste op in te gaan. Ik zie bij u andere oorbellen dan de Lies. Ja. Verraadt dit al een beetje dan uw nieuwe werk? Nee, want wel de kleur, dat ik kleur draag. Er komt ook meer kleur in de oorbellen en de rest van de sieraden, dat zeker wel. Maar ik wilde even niet mijn eigen sieraden dragen, behalve mijn ringetje. Waarom niet? Gewoon omdat ik het leuk vind dat het hier hangt. En u heeft natuurlijk een prachtig wandtapijt al ontworpen. Ja, ik vond het wel mooi qua kleur en thema. Dat past bij mijn natuurthema, dus takken en bladeren. En zo meteen zie je een ander nieuw ontwerp met takken. Dit is het andere nieuwe idee dat ik heb ontwikkeld. Ik wilde uit een patroon een sieraad kunnen maken. En toen dacht ik eerst, nou, wat is er leuker dan een paneel hebben waar je iets uithaalt. Toen dacht ik, ik kan er ook een meubel van maken. En toen was de grote uitdaging, wat doe je daar dan mee? Dus uiteindelijk heb ik dus besloten om een van de delen van de patroonnetje dat ik kan dragen als sieraad. Dus een fusion tussen een meubel en sieraad. Dat is wat het is geworden. En mogen wij het zien? Ja, jullie mogen het zien. Sorry. Als je dit opent, heel voorzichtig, dan rollen ze eruit. En dan kun je het uithalen en dan kun je het dragen als broche. Of als hoofdsieraad in je haar. Of je kan dit als ketting dragen. Een beetje zoals we echt hier. Het voorbeeld wat ik heb opgedaan. Nou, precies. En dat komt allemaal uit je meubel. Dus, dus de verrassing zit aan de onderkant. Aan de onderkant zit zilver. Waardoor je als je hem ziet van de bovenkant zie je eigenlijk geen verschil. En als je hem eruit haalt dan heb je een mooi zilver of goud. Dat gaan we later ook nog maken. Sieraad wat je op kan doen. Daar heb ik familie van u, maar ook prinses Laurentino met uw sieradenlijn gezien. Ja. Voor wie zou u nou heel graag nog een keer wat willen ontwerpen? Ik heb echt geen idee. Nee. Ik weet het niet. Nee. Ik ben niet bezig met voor wie, ik ben bezig met wat ik wil maken vaak. Dus ik ga er eens over nadenken. Wel een leuke vraag. En u haalt uw inspiratie duidelijk uit de natuur. Ja, dat blijft een thema, ja. En zijn er ook iets uit de familiejuwelen wat u inspireert of waarvan u denkt, nou dat is wel... Ja, er zijn een paar dingen die ook met natuur te maken hebben. Dat zijn eigenlijk brosjes van, vlinders en libelles die een beetje kunnen bewegen. Die hebben een soort systeem erin dat die beweegt. En dat deden ze al zodat de stenen mooi konden schitteren. Nou, die vind ik fantastisch. En dat wilt u ook nog wel een keer maken? Ja, zoiets, maar dan wel mijn eigen... Dus u kijkt eigenlijk met andere ogen nu naar de juwelen, meer naar de techniek? Ook naar de techniek en ook naar de manier van zetten, alles, ja, zeker. Prinses Irene kijkt trots om het hoekje terwijl haar dochter poseert voor de fotografen. En natuurlijk is haar echtgenoot Charlene ten Kater er ook. Zij zien vandaag ook voor het eerst de nieuwste creatie van prinses Margarita. En het is een grote eer om nu het woord te geven aan Hare Koninklijke Hoogheid, prinses Margarita. Want prinses Margarita verricht ook de opening van de fair. Goedenavond allemaal. Ik wil het eigenlijk gewoon heel erg kort houden, want ik weet dat u hier niet aan bestaat om het verhaal aan te horen. Maar ook om te kijken naar alle mooie dingen. Ik wilde op een iets andere manier dan normaal de beurs openen. We gaan geen lintje doorknippen, dat is saai. Maar we gaan een ketting die mijn dochters hebben geknutseld, gaan we doorsturen. Dus Astrid en Maarten, kunnen jullie mij assisteren? We zullen even zo kijken. Dit is creativiteit van kinderen. Die kunnen namelijk ook heel mooie dingen maken. Ze waren heel trots op hun knutsel. Nou, Maarten? Zij hebben zelf meegeknutseld aan het openingsketting, zeg maar. We hebben een ketting geknutseld samen.
Oh, samen? Ja. Oh, ze hebben het niet helemaal niet alleen? In principe alleen, maar af en toe hier en daar moest ik even een klein beetje helpen. En hoe creatief zijn uw dochters? Alle kinderen zijn creatief. Ze knutselen, tekenen, alles vinden ze leuk. En ik krijg heel vaak suggesties van wat voor juweel ik moet maken. Of ik krijg juwelen die zij maken en aan mij geven. Karton en papier en leuke glitters. En dus ja, nee, heel leuk. You can take one. Oh, really? Okay, thank you. Please. Please do. Ik kan me voorstellen dat het ontwerpproces niet zich vat in een 9 tot 5 baan. Dat, nee, dat doe je tussendoor. Soms heb je een uur meer gedaan dan een hele week. En het kan ook zijn dat je een paar weken denkt, nou, ik weet echt niet waar ik het vandaan moet halen, maar het komt even niet. De beurs duurt natuurlijk een paar dagen. Sluit u die dagen ook echt? Ja, het is allemaal zelf, ja. En dan staat u hier echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja. Nou, heel veel succes. Ja, dank je. Het regent pijpenstelen terwijl ik naar huis loop, maar het maakt niet uit, want ik heb een superleuke middag gehad.